concessie nummer 3. De berg is verwerkt. De hele schoeiing hier achter mij is over de hele lengte aangevuld nu. Dus we hebben weer nieuwe grond wat is vrijgekomen. Mijn eerste vondst van vanavond. Een klein vingerhoedje. Hij is van koper. Maar toch een hele leuke vondst. En we zijn net een kwartiertje van start misschien. Wie weet wat er allemaal nog meer uit gaat komen. Elbert is daar zo op de hoek bezig. We gaan er weer een leuk avondje van maken. Blijf er zeker bij, want ik heb het idee dat er nu wel echt leuke dingen uit de grond gaan komen. Kijk, nou is echt de hele grond tot aan het einde toe verwerkt. Dus deze hele kant is aangevuld. Alleen hier moet nog een klein stukje schoeiing gezet worden. Hier haalde ik het vingerhoedje uit de grond. Nou, dit is het laatste stukje. Heb je wat, Elmer? Ik denk het wel. Ja. Deze avond heb ik de kleine schotel eronder zitten. En dan maakt hij toch wat beter onderscheid. En het heeft effect, want kijk, ik heb weer een vondst gedaan, een klein knoopje. Daar komt hij. Kijk, het is weer een oud knoopje hoor. Een stil knoopje. Ja. Kijk, Elbert, zie je het? Ik heb ook een knoopje denk ik. Je hebt ook een knoop. Of het is nou over een musketkogel, ik weet het niet. Ik denk, het lijkt eerder van lood, of niet? Is het zwaar? Het is lood, maar kijk, hier lijken er twee oogjes te zitten. Ja. Dus ik weet het niet. Of plat geslagen een beetje. Nou. Ja. Het is van lood. Ja. Nee. Maar kijk deze, hoe grappig. Hey, daar heb je nou drie van gevonden hier. Ja? Ja man. De vorige keer toch. Toch en ik nog een keer alleen. Ja, en zo, ik had ook een soort gelijke. Ja, die was net even wat anders. Die had ook een bloemmotiefje. Maar dit is toch weer een andere. Nou, leuk. Het ligt er wel. Zeker. Top, man. Ik vond net dit tegeltje. Ja. En het kan aantonen hoe oud deze grond is. Kijk, want hoe dik. Ongeveer één vinger dikte. Zo. Het is best wel een redelijk oud tegeltje. De modernere zijn wat dunner. Aha. Dus dit is sowieso oud. Niet heel bijzonder om te vinden, maar nou, ja. Wel een leuke aanwijzing. Dus als er nou echt mensen zijn die nog meer kunnen vertellen over dit stuk aardewerk, tegeltje, dan is alle informatie welkom. Maar inderdaad, een flinke dikte heeft hij ook, ja. Elbert heeft zojuist weer een duit gevonden, die gaan we nu even in beeld brengen, daar komt hij. Hij is dubbel gevouwen. En als het goed is, is het een Friesia. Dat zag hij al staan? Ja. FR. Ja. Dus het kan alleen maar Friesia zijn. Zover ik weet. Ook het model is redelijk Friesia-achtig. Die waren vaak wat dunner en vierkanter. Oké. Nou, hier stopt het avontuur alweer. We hebben de grote spoel geprobeerd, de 11 inch en ook de kleinere spoel. Voor meer onderscheid te kunnen maken. Dus we hebben echt alles eraan gedaan om het maximale eruit te halen. Vanavond zijn we niet op heel veel bijzondere vondsten gestuit. Wel wat een leuke knoop. En Elbert had nog een mooie Friesia duit. Nou ja, mooi. We konden nog zien dat het van Friesia was. En wat stukjes aardewerk. Dus kijk, we hebben alles eventjes neergelegd. Kijk, dit zijn toch nog de stukjes aardewerk. Hier staat zelfs een soort tekst in nog. Letters, ik weet niet wat het is geweest. Een vingerhoedje. Die waren we nog vergeten. Nou, slaghoedje van jachtpatroon, denk ik. De Friesia-duit van Elbert. De knoop die ik vond. Dat is wel een oude, sowieso. Die kan wel 17e eeuw zijn. Wat lood voor in de loodbak. Dus daar kunnen we, als we dat weer inleveren, weer een batterijtje voor de pinpointer van kopen. Een oud slot. En dat was het wel. Dan gaan we nu afsluiten hier. We gaan nog even verderop kijken, want daar hebben we ook nog afgegraven grond gezien. Een braakliggend terrein. Dus wie weet wat daar nog komt. Yes.